dan morgen lunchpeet. Goedemorgen jongens en meisjes. Allemaal welkom op deze mooie stralende dag. Mijn naam is Henry Schuller, ik ben de kerstverse voorzitter van de Oranje Vereniging. En ik mag het welkomstwoord uitspreken namens ons bestuur. Ik moet ze even opzoeken, maar volgens mij zijn ze nog aan het werk. Dat is Jacqueline Bonsteen. Even kijken, waar is ze? Ik kan haar even niet vinden, maar ze zal ergens lopen, jullie kennen haar vast wel. Martine Koot, die staat hiervoor, die steekt haar hand op nu. Die zit bij de harmonie, dus die moet nu even werken. En straks gaat ze weer bij ons werken. Mirjam Lauwe, die staat daar, die steekt haar hand op. En tot slot hebben we ook nog Bello Lammers. Maar ja, die had al haar vakantie al gepland. En we waren toch wel heel blij dat ze bij ons in het bestuur kwam. Allemaal hartelijk welkom, heb ik al gezegd. En speciaal voor burgemeester Van der Weert en mevrouw Van der Weert. Natuurlijk een speciaal woord van welkom voor alle gedecoreerden. De mensen die gisteren door onze koning werden beloond vanwege hun inzet voor de samenleving. Mensen staan ook hier allemaal achter ons. En ook welkom Kees van der Streek, mijn voorganger, die maar liefst 43 jaar in het bestuur van de Oranje Vereniging heeft gezeten. En natuurlijk welkom voor jullie allemaal jongens en meisjes hier op het Marktplein. En tot slot een speciaal woord van welkom aan mijn hulpen vandaag. De kinderen die mij heel goed helpen. En dat is Claudia Strijkert en Kevin van Asselt. Die helpen mij vandaag. Als kerstverse voorzitter van de Oranje Vereniging is het wel even wennen om hier te staan. Ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk een aubade? Ik zag het even op. Een aube, dat is een Frans woord en dat betekent morgen. Een aubade is een rituele opvoering van een muziek- of zangstuk dat plaatsvindt in de morgen. Een aubade is een rituele opvoering van een muziek- of zangstuk in de morgen dus. En dat doen we. Dat klopt nog. En dat gebeurt in het openbaar en in open lucht. Dat klopt ook nog. Maar dan, wat was nou eigenlijk een aubade? Een aubade, dat was vroeger een manier van hofmakerij. Of zoals jullie dat noemen, jongens en meisjes, als je verliefd bent, elkaar versieren. Weet je wel? Nou, en een ridder, die zong dan zijn geliefde toe. Nou, dat is wat het vroeger was. Er werden ook wel eens troubadours, heet dat, dat is een moeilijk woord voor een muzikant of een dichter, werden ingehuurd om dat te doen. Maar nu, wat doen wij dan? Het is een typische Nederlandse traditie om een aubade te houden op Koningsdag, zoals wij eigenlijk al jaren doen. Waarbij het volk, wij dus allemaal, de koning toezingt. Maar de koning is er niet. En wie is dan de koning? Wie vervangt de koning? Dat is vandaag onze burgemeester. De burgemeester vervangt de koning. Dus we zijn blij dat hij er is. En we doen het vandaag, precies op deze dag, omdat onze koning jarig is. En wie weet hoe oud de koning is geworden, jongens? Is er iemand die het weet? Ja, roep hem maar. 51, zei je. Goed zo, jongen. Heel goed. Zo is het. En weet je ook iemand hoe lang koning Willem-Alexander al koning is, ongeveer? Wie weet het? Steek maar een hand op. Niemand weet dat. Weet niemand dat? Ja. Wel toch, kom maar. Kom maar even zeggen. Vijf. Zeg het maar. Vijf. Ja, hij is 5 jaar koning, hè? Ja, zo is het. Nou, vandaag is het dus een feestje. En we gaan samen dat feestje bouwen. Op de verjaardag van onze koning. En weet je wat zo mooi is? Vandaag laat onze koning zien, doordat we samen een feestje bouwen, dat we helemaal niet zo verschillend zijn. Iedereen is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar ook weer uniek. Dus samen maken we een feestje en dat gaat best wel. We zijn niet zo heel verschillend. Dus dat is heel mooi. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Vooral op de dag als vandaag. En mijn laatste stukje is dat ik een compliment wil maken aan al die kinderen die we nu om het Marktplein heen zien staan en op de versierde wagen zitten. Jullie zien er echt schitterend uit vandaag. Dat is echt een compliment waard. Ook voor al die ouders en de medewerking van al die mensen. Heel
Mooi gedaan. Dat fleurt het marktplein mooi op en daar zijn we blij mee.